Hallo kijkers van Rabbi90 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 2. Ik heb vandaag een beetje last van mijn keel, dus ik zou vandaag wat minder enthousiast kunnen praten. Ik probeer zoveel mogelijk te praten, jongens, dat daar niet van. Maar let's go, doe de volgende missie, want we hebben nog maar één missie te doen. De vorige keer zijn we trouwens hier aangekomen, we hebben een heel gevecht op deze brug gehad. En voor de mensen die zich trouwens afvragen, was het geluid niet goed of hoe heet dat? Was de lek niet goed? Er zat een beetje lek in. Maar van wat ik gezien heb, zat er niet echt veel. Dat de audio te hard stond. Jongens, zeg het even als de audio te hard staat. In ieder geval, let's go talk with this person. Hurry, Ezio. The sooner we're done with the doctor, the sooner we can sleep. Je had die andere moeten zien. Volg Federico naar de dokter. Oké, Federico, leid maar. Waar moeten we naartoe? Volg Federico. Oké, Federico wil een stukje sneller rennen. Ja, ik weet hoe ik moet freerunnen. Hetzelfde knopjes als bij Assassin's Creed 2. Of bij Assassin's Creed 1. Maar ook dezelfde knopjes. Hoppakee, hoppakee. Hoppakee. Die kant op, Federico, goed. Goed. Oh, volgens mij zie ik al waar we naartoe moeten. Hier. Oké, ja, ik ben niet zo'n pussy als jij. En waar is de dokter? Oh, daar! Hallo, meneer de dokter! Ben trovato, dokter. Fratelli auditori, why am I not surprised? You've made quite a mess of yourself, young man. It's nothing, really. You must help him. That pretty face is his only asset. Fottiti. There we are. Now get out of here. Grazie. Ja, hartelijk bedankt. Oh, die kant op. Goed. Quite a night. Indeed. I only wish they were all as much fun. Waar hebben jullie dan? Oh, wait. They are. Goed bezig. $200 trouwens eraf. Father should sure to be wondering where we've gone. Okay. I'd rather avoid a lecture. Up for a little race then? Where? Okay. Roof of that church. Broeder Twist, win de race tegen Federico. Accepteren. Is goed. On the count of three. Uno, due, tre. Okay, three. Hop, 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 hop. Baby brother still has much to learn. Win de race. Doe ik. Nou ja, ben ik van plan om te doen. Oké, omhoog. Hop, hop. Oeh, dat schild gaat trouwens volgens mij ook niet heel veel schelen. Lees gewoon op. Come on then, this way. Where are you going? You'll see. Oh, en nu gaan we die toren op. Oké, beklim de toren. Goed zo. Oh, er is daar een viewpoint. Oh, mooi. Ik moest toch, van hem die toren op. Kunnen we meteen ook de viewpoint erbij pakken. Oké, hier omhoog. Oké, die is een beetje volgen hem. Oké. It is a good life we lead, brother. The best may it never change. And may it never change us. Ubisoft presenteert Assassin's Creed 2. All right. Enough of that. We really should head home. Let's go. Wait. What? Ezio, let Christina sleep. There will be time enough for that. Later. Oké. Slaapmutsje. Breng de wonderschone Christina Vespucci een verrassingsbezoek. Accepteren. Maar dan gaan we meteen ook even synchroniseren. Synchroniseren. En jump.
Of, nou, kom op, ding, jump. Goed zo. Wee, 1 van de 73. Ik ben voorlopig nog wel even bezig. Keep looking. He couldn't have gotten far. Wat domme gozer. Ik zit ook echt niet in het hooi. Sociale status-icoontjes, SSI. Sociale status-icoontjes geven de mate van gevaren en de positie van de vijanden aan. In hooibergen, putten en dakhutjes ben je verborgen. Oké, dus dat heet dakhutjes in plaats van dakdingetje. Oké. We hebben meteen heel veel dingen te doen. Dat is mooi. Maar ik denk dat we deze missie maar gewoon even gaan afronden. Controlepunt bereikt. Mooi. Niet dat we echt doodgaan op dit moment, want het is toch in de buurt. But let's go. En we zijn er. Christina. Christina. Who's there? Me. Oh, it's you. I should have known. May I come in? Fine, but only for a minute. A minute is all I need. Indeed. Well, wait. That came out wrong. Oké. Okay. Nou, let's go. Come here. Oh, it's you. Druk op. Oké. Okay. Druk op. Oké. Okay. Oh, it's you. Druk op die. Goed bezig. Ondertussen nog een blik op deze hele mooie stad. Gaan we voorlopig even gaan blijven. Christina! Christina! Celia, your tutor will be here soon. Come, my daughter. Is it really so terrible that... Figlio d'un cane! What is this? Perdonate, messere! Chiedo venia! I'll kill you! No, no. That's not necessary. Guards! Voglio la sua testa! Goed bezig. Ontsnappen de wachters. Oké, okay, wegwijzen hier. Hop, hop, hop. Wegwijzen hier. Oh god. Het kast staat hier verder spoedje. Jongens, ik ga niet echt de database laten zien. Dus de database maakt me niet zoveel uit. Tekst. Die database maakt me niet zoveel uit. Oké. Oké. Ben ik verstopt of... Want ik zie mezelf nog, maar... Oké, race is vrijgespeeld. Races zijn nu beschikbaar. Mooi. Maar ik denk dat we voorlopig nog wel eventjes deze dingen hebben. Wat is dit trouwens? Een smid. Smid. Ook interessant. Slaapmutsje. Gesynchroniseerd. Mooi. Dokters kunnen je nu genezen. Dat is handig. Race is vrijgespeeld. Ja, dat stond er net ook al. Medicijn kiezen. Druk op die om de medicijn te kiezen. Oké, en wat is het medicijn dan? Ontsnapping geslagen, je bent nu onopvallend. Goed. Oh, we hebben geen medicijn. Dat is ook handig. Oké, in ieder geval praten. Oh, uitverkocht. Goed bezig. Alles is uitverkocht. Echt geweldig. Alles uitverkocht. Oké, wat is er nog meer? We hebben dit. Ik neem aan dat dat een dokter is. Dus als we medicijnen... Ik weet niet of we daar medicijnen vandaan kunnen halen. Maar het is altijd mooi. Maar laat ik eerst even dat viewpoint pakken. Want viewpoints... Ook al is dat 6Q2, viewpoints blijven belangrijk. Want daardoor kan ik meer op de map zien. Met wat er allemaal te doen is waarschijnlijk. Tenminste, zo was het in 6Q1. Zo zal het ook wel zijn in 6Q2. Nou, bekijk. Nou, omhoog. Mooie rivier hier. Ik hoop dat Ezio wel kan zwemmen, want altijd hier kon hij zwemmen. Dus dat was het erg lastig als hij in een havengebied was. Maar dit is best wel veel water. En ik zie ook bootjes. Nou ja, we zien wel. In ieder geval, synchronize. En jump. Hoppakee.
En wat is de volgende plek waar we naartoe kunnen? Oh, hier. Een kleermaker. Ja, daar ga ik ook wel even kijken. Ik ga wel even bekijken wat een kleermaker nou eigenlijk inhoudt. Ik denk dat een kleermaker iets met kleren doet. Dat sowieso. Anders is het geen kleermaker. Maar ik ben benieuwd wat het in deze game doet. Misschien kunnen we nieuwe kleren voor Ezio kopen. Niet dat hij het nodig heeft. Ik vind dit best wel mooie kleren. Maar alsnog. Het zou best kunnen. Voor interactie. Buidels. $3000. Hallo. Verbeterde messenriem. Oké. Okay. Ja, het is gratis. Dus ik vind het geen enkel probleem. Voorwerp heb je al. Ja, zolang het gratis is vind ik niet erg. Bene, bene. See you next time. Maar we kunnen het dus kopen. Ik weet alleen niet wat het echt inhoudt. Maar kan ik nog een keer met u praten, meneer? Oh, thanks. Oké, kleren verven kan niet, maar buidels, normale medicijnbuidel en grote medicijnbuidel. $4000, $6000. Nou, dat is een klein beetje veel geld. Klein beetje. Klein beetje. Ik heb geen $4000 op zak. Of ja, F. Dus florijnen volgens mij. Ik heb geen 4000 of 6000 florijnen op zak. Ik heb 450 florijnen. Niet 4000. Dat is een beetje veel. Nou ja, ik denk dat het later niks is. Want als we al met zulke bedragen aankomen zetten, dan zal het waarschijnlijk later niks zijn. Zulke 4000, $6000. Of dollar florijnen. Wat hebben we trouwens allemaal? Oh, we hebben ook geld. We kunnen ook iets met geld doen. Tenminste, dit is een zakje. Ik neem aan dat het geld is. Nou, we zien het nog wel. Oh, we hebben ook iets met mesjes. Ik neem aan dat die mesjes... Ik neem aan dat die mesjes, zeg maar, voor die werpmesjes zijn. Net zoals in Assassin's Creed 1. In ieder geval, Synchronize Eyes. En... Jump! Mooi, dit hebben we ook weer gehaald, dit viewpoint. En hoeveel viewpoints zijn er nog? Nog 4. Oké. Okay. En... Ik had ook gelijk, want het unlockt meteen heel wat dokters. Trouwens, hoe zijn wij gegaan? Want ik zag net een... Oh, wij stonden waarschijnlijk hier. Ah, ja, oké. Dan begrijp ik het wel. Dan gaan we ook eventjes daar naartoe. Een kunsthandelaar. Wat kunnen we daar kopen? Kunst? Oh, god. Oh, shit. Ik heb niet echt een wapen op dit moment, dus... Misschien is het een idee als ik gewoon me nu even stop. Oké, wegwijzen hier. We moeten hier verstoppen. We moeten ons verstoppen. We moeten ons verstoppen. We moeten ons verstoppen. Wat is dit? Je moet anoniem zijn om het gebied te betreden. Oké, kom maar. Ik heb net ook kunnen vechten. Hoppakee. Nog meer? Kom maar. Nou, ik vind het niet erg om mensen kapot te slaan hier. Oh, nu laten jullie me met rust. Oh, jij vlucht ook. Goed. Oh, maar jij wilt nog wel vechten? Oh, en nu vlucht je. Oké, okay, maar wat is dit? Oh, kistjes. Oké. Okay. Nou, die kunnen we ook... Ja, die kunnen we ook beroven. En wat zit er in die kistjes? 200 florijnen. Kijk, dit schiet al aardig op qua geld. Zo komen we wel bij de 6000. Zo, nu hebben we wel dubbele van wat we hadden. Het is misschien niks op dit moment. Maar, ja. Ik ga trouwens ook niet meer wegrennen voor een gevecht. Want tot nu toe is het best simpel, dat gevecht. Schatkaarten. Kunnen jullie leiden naar schatten? Stan Giovanni. Oké. Okay. Ja, ik wil best een schatkaart kopen. En wat houdt dit in? Wat houdt dit in? Oh god, wat zijn dit allemaal? Schat. Dit zijn allemaal schatten. Oké. Okay. Dat is interessant. Dan hebben we binnenkort even weer wat te doen. Maar ik denk dat we de volgende keer allereerst eventjes die viewpoints gaan pakken. Die schatten, dat komt nog wel. Misschien dat ik dat een keertje in de speedrun ga doen. Of misschien de volgende keer in de speedrun gaan doen.
Maar allereerst gewoon eventjes die viewpoints. Die schatten, ik neem aan dat die kistjes die we vonden ook een schat zijn. Of een schat waren. Dus ik neem aan dat we dat kunnen gebruiken om geld te verdienen. Dus dat vind ik altijd heel erg interessant. Extra geld is interessant. Hebben we meteen even wat medicijnen gekocht. Mooi. Take care. Dat vind ik heel mooi. Weet je, ik ga het even testen. Is dat een schat? Zo'n kistje met geld. Zo ja, dan zien we zo meteen een kistje met geld. Yup. Oké, dan ga ik dat... Ik weet niet of ik dat morgen ga doen. Maar misschien dat ik dat morgen in een speedrun ga doen. Ik weet niet. We zien het wel. $100 erbij. Verdient wel mooi geld. In ieder geval, kijk eens. Met dat gezegd hebben, valt er nog maar één ding te zeggen. Dus kijk, zo even een duimpje omhoog. Help je mij mee? Help je nou mee? De volgende keer gaan we zobben zo. Die vier viewpoints pakken. Ik weet niet of we ook in een speedrun die kistjes gaan pakken. Dat zien we allemaal nog wel. In ieder geval, voor nu ga ik alleen nog maar één zeggen. En dat is... Doei!